Hey mensen, Sien hier en het is weer tijd voor jouw favoriete programma WDO Movie Talk. En hoewel ik blij ben om hier weer te zitten, verlang ik ook een beetje terug naar het prachtige Texel. Ik ben daar een weekje op vakantie geweest en het was echt intens genieten. We hebben gekampeerd in de duinen, genoten van de zonsondergang op het prachtige strand, hebben shoppings gedaan en zeehondjes bekeken. Wat cute! Ik mis zelfs de ratten en de zeemeeuwenpoep. Maar tot mijn grote geluk hoef ik Texel niet heel erg lang te missen, want WDO gaat een film maken op Texel. Ja, echt geweldig. De workshops zijn gegeven, het scenario is bekend en in deze aflevering nemen we niet alleen een kijkje bij deze groep op Texel. Nee. Ik heb de eer om in deze aflevering exclusief voor het eerst de rollen voor deze film bekend te maken. Wie speelt welke rol in deze prachtige film? Wie hebben de hoofdrollen? Je ziet het allemaal in deze aflevering. Dat en meer, nu eerst film onder de spotlight. Ja, nu eerst gaan wij een heel klein stukje kijken van een bestaande WDO-film. En dat doen wij iedere aflevering aan het begin, zodat wij straks gewoon alle WDO-films kennen. En dat is niet alleen ontzettend leuk om te doen, het is ook gewoon handig om als inspiratie te gebruiken voor het bedenken van nieuwe films. Maar ook om op de hoogte te zijn van wat WDO allemaal gemaakt heeft, hoe WDO zich ontwikkelt. We krijgen gewoon een hele database aan films. En vandaag staat op het menu de film Dimensie. En nu kan ik weer een grapje maken over Dimensie. Ha, maar dat doe ik niet. Shit, nou heb ik het toch gedaan. Met het kaartje er nog aan. Ja, vet cool. Maar ik kan ook een liedje. Oh, hij kan ook een liedje. Komt-ie hoor. Vader Jacob. Oh. Sick. Het was wel heel erg mooi hoor. Maar het lijkt nu net of we in Spanje zijn. Ja. Ja. En we kunnen ook geen Spaanse muziek spelen, want dat is niet echt onze stijl. Wie stemt op Joey? Ik vind het toch beter. Joey? Dit is gewoon nog een Joey. Hallo vloggers. Zo moet ik volgende keer ook gewoon de video beginnen. Hallo vloggers. Ik stel jullie even voor aan de rest. Misschien handig als je de rest gaat voorstellen dat je ze ook in beeld hebt en niet alleen het topje van hun hoofd. Maar verder, goede vlog. Ja, misschien krijgen we dan meer fans van ons kanaal. Ja, dat zouden we zo kunnen. Golden play button. Ja, die golden play button die willen wij ook nog een keertje halen. Dus abonneer op ons kanaal WDO Movies om op de hoogte te blijven. En dan gaan we ooit die gouden play button halen. Ik geloof erin. Oh, zij gaat ook een stukje spelen. Op de piano. Nee, ik ben wel benieuwd hoe deze film verder gaat. Het is een beetje een lange intro. Het gaat dus over iets van een band. Ze maken in ieder geval muziek. Ze willen een golden play button en de wereld rondtoeren. Dus ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Het geluid vind ik een beetje vervelend. En het camerawerk heel basic. Een beetje documentair gefilmd. Niet echt helemaal mijn stijl. Ik hou meer van gelikte shots. Een beetje dat cinematografische. Nou, dat is dit niet bepaald. Hoewel ik wel benieuwd ben naar de rest van het verhaal, geef ik op basis van dit begin 3 van de 5 WDO-ballonnetjes. Ja, voordat we gaan kijken bij de groep op Texel, nemen we zoals gewoonlijk een kijkje bij de WDO Premium Club. Normaal gesproken hebben we de reality show en zit er een panel klaar om de top 5 te bespreken. Maar deze keer is dat niet. De deuren van de WDO Premium Club zijn gesloten, zijn dicht. De club is druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe seizoen, de nieuwe WDO films. En nog belangrijker met het toegroeien naar elkaar. Met het bouwen op die members die er echt voor gaan. Met z'n allen één community vormen. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Volgende maand zijn we er gewoon weer met de reality show en het panel. En laten we nu dan toch even kijken waar ze op dit moment mee bezig zijn. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. We zijn nu boven bij Premium. Tess is heel erg van de regie, hè Tess? Je bent aan het regisseren, je eerste regiestuk dat gepresenteerd zou worden. Ja. Aan het publiek. Voel je er een beetje zeker over? Of is er, komt het ergens bij in de buurt? Spanning. Waar jij het wil hebben? Ja? Ja. Spanning? Spanning. Maar ze, doen ze het een beetje goed, jouw spelers? Ja. Ze heeft dus Joey en Lynn. Hi. Doe je een beetje lief op Tess? Zeker. Ja. Hou van je Tess. Nou, dat komt wel goed. Oké. Okay. We hebben hier nog één groepje. Kijk, daar hangt ons aapje. Hey aapie. Kijk, daar zit. Jij bent lekker aan het werk, zo te zien. Hoort dit bij de opdracht? Hoort dit bij het stukje? Nee, dit hoort niet bij de opdracht, maar ik moet me even zitten. Oh, je bent aan het boevenkoppen? Ja, goed. Net als ik ook een beetje fijn. Oh. Ja, maar ik trok gewoon een hele... Wat heeft ze nou niet gedaan? Ja, ik lag zo lekker hier op mijn trein. En zei, trek zo die trein. En ik zit het zo op. Oh. Echt een boevenkoppie. Het kunnen gewoon twee zinnen zijn. En dan is het... Tijdens het spelen veel langer. Nou kunnen de members niet alleen gecast worden voor films, maar ook voor bijvoorbeeld promotievideo's, commercials, opdrachtfilm. Dat willen wij als WDO nog veel meer gaan doen. Maar we hebben dat recent voor De Zilveren Maan gedaan. We hebben voor een promotievideo gefilmd. En daarvoor hebben we deels opnames gehad bij De Zilveren Maan zelf. En deels op een school. Samen met de WDO Premium members. En het was echt een feestje om te doen. Joey, waar zijn we nou? We zijn in Castricum. In Castricum? Wat is dat? Castricum plaats. Oh. Heel veel groen. Heel veel landhuizen ook. Mooi. Ja, echt een mooie plek. En maar we zitten bij een stichting nu. Zilveren Maan. Kijk, dat zijn zij. Kijk. Tadaa. Hi. Hi. En we hebben nu alvast twee premium members op locatie. Hey. Fia en Iren. We hebben er heel veel zin in. We hebben er heel veel zin in! Yay! Doei! Hey! Hey, wat zien jullie dan? Ja, het gaat goed, denk ik. Denk ik. Ik vind het van wel. Ja. Hoe vind je nu het gaan? Very goed. Very goed. Ben één keer internationaal geworden. Ja, ja, helemaal. Wauw. Voor je internationale carrière. Very, very goed. Ja, very, very goed. De hoofdrol. Hoe is het met de hoofdrol? De hoofdrol. Hoofdrol. Stinkt een beetje naar een drol. Ik doe als een kind. Nee, is hij niet gehoord. Nee. Oké, we gaan. Maar is die klas open, Joey? Joey! Jay! Wat een chaos hier. Nee, dan gaan we niet. Wat? Wat wou je doen? Nee. Wat is er? Nee, maar laat het trekken. Nee. Nee, hoor, nee. Nee, nee, absoluut niet. Het is tijd, de hoogste tijd, voor de behind the scenes. Joey reisde naar het o zo prachtige Texel af met de boot... om daar kennis te maken met de groep op Texel voor het WDO Expansion project. Texel, here we are. We zijn begonnen met de eerste les van WDO Movies. En we zijn nu bezig met het verzamelen van verhalen. Want ze gaan hun eigen stukjes maken. En morgen gaan ze hun concept al presenteren. En hoe is het hier op het eiland Texel? Hoe is het nou eigenlijk om op Texel te wonen? Leuk. Is het leuk? Ja. Wat is er nou zo leuk aan Texel? Schapen. Schapen vooral en koeien. Ja, dat ook, maar ook heel veel groen en dat je buiten kan spelen. Oh, inderdaad, ja. Het is wel echt heel mooi om buiten te spelen. Ja. Ja, tof. Ja. Hebben jullie al een idee voor een verhaal? Nou, dat gaan we nee, niet denken. Oh, oké, dan ga ik snel weg. Succes! Gaat hier allemaal goed dus. En we hebben natuurlijk al een heel gaaf idee voor de volgende... Oh, zit ik dan met mijn kont op je boek? Hé, zijn jullie al benieuwd naar jullie film? Ja. Naar jullie gaan spelen, ja. We hebben echt al een heel gaaf idee. Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Dat ga ik nog niet zeggen. Ja. Ja. Is het actie? Ja. Oh, hey. Hallo. Here we are again. Joey hier met deze superleuke kinderen op het eiland... Yes! Yes! En even heel kort en krachtig antwoord. Hoe is het, even Silke, hoe is het om op Texel te wonen? Het is geweldig. Texel is leuk. Omdat je hebt er alles. Je hebt een dorp waar Bronz. Je gewoon goed... Nee, dat niet. Oh. Maar je kan er shoppen. Burger. Oh, je kan shoppen? Dat kan. Okay. Je kan shoppen. Okay, je kan shoppen. Je kan lekker naar de zee. Okay.
Ja, en je kan naar de natuur kijken. Dat is... Ik kan ook in de zee, denk ik. En je kan in de zee. Ben je wel eens van Texel naar Den Helder gezwommen? Nee. Dat zou ik echt doen als ik op Texel woon. Ja. Nou ja, hey, en jullie hebben vandaag de laatste les van de workshop. Ja. Kunnen jullie heel kort vertellen hoe jullie tot nu toe allemaal vonden? Deze hele workshop. Vorige week en deze week. En, ja, en wat er allemaal nog gaat komen, wat je ervan verwacht. Zullen we jou doen? Jilles. Kom even hier, Jilles. Vertel. Ja, ik vond het echt super leuk. Ook die oefeningen allemaal. En ik zit heel erg te wachten hoe het verhaal afloopt van de film. Hoe het verhaal überhaupt gaat, ja. Denk ik. Ja. En nog iemand? Waren er ook andere momenten die je bijzonder vond in de workshop? Ja, nou, ja, ja dat er mensen gingen huilen en zo, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ja. Ja. En hoe vonden die mensen zich helemaal na het huilen? Wel veel beter, vooral ook. Ja? Volgens mij, ja. Fijn. Had jij dat ook? Ja. Ah, fijn. Nou, mooi. Tof. Ja, wat een avontuur. En dan gaan we nog een hele film maken. Maar daar komt later meer info over. Oké, kijk snel verder. Doei. Deze groep die heeft op Texel het hele WDO-traject, alle workshops gevolgd, wat echt een volledige achtbaan is aan emoties. Van luchtigheid tot echt de serieuze business. Hier wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt in de boekjes en zijn ze aan het tekenen op basis van hun gevoelens, hun emotie. En je hoort het al, de workshop wordt behoorlijk gedreven door muziek. Het speelt echt met je gevoel. Het is eigenlijk net een film. Ja, je voelt plezier, verdriet, spanning, zenuwen, liefde. Alle emoties gieren door je lichaam. En na dit hele traject ben je niet alleen de beste versie van jezelf. Nee, je kan ook gewoon acteren in een film en dat ga je ook doen. Namelijk in een echte bioscoopfilm. En het verhaal voor deze film is al bekend. Althans, niet voor ons. Maar voor de kinderen op Texel, Raoul, onze scriptschrijver, die vertelde ze namelijk het verhaal. Hey videoers, Raoul hier, de scriptschrijver van WDO. Afgelopen seizoen is als een wervelwind voorbij gevlogen. Een wervelwind van veel verschillende genres, emoties en hele mooie films waar ik met veel trots op terugkijk. De Horrormeester 2 met zijn nietmachine Anita is iconisch en hilarisch. De operatie is fantastisch gruwelijk geworden. Love Theory ontroerde me en de cyborgs sleepten me mee in het avontuur. Ik vind ze stuk voor stuk super mooi geworden. Er zijn nu ook nog een aantal films in productie, waaronder mijn twee favoriete scripts tot nu toe. Dit is Liefde 2 en een andere film waar ik nog niks over mag vertellen. Dus hou je ogen open voor de nieuwe films, want ik zelf kan echt niet wachten tot ze uitkomen. Dit seizoen gaan we de lat nog hoger leggen met ongelooflijk veel variatie en vernieuwende verhalen met de focus op zo hoog mogelijke kwaliteit van de films. We zijn nu al hard bezig met het plannen en brainstormen van alle nieuwe films om ze zo goed mogelijk en origineel mogelijk te maken. Deze film gaat ook heel mooi worden, ik voel het. Ten eerste is Texel gewoon een heel mooi eiland om op te filmen, dus de film gaat er ongetwijfeld mooi uitzien. Voor het verhaal leggen we de lat hoog met drama en een beetje comedy. Na het voltooien van de workshop ging Joey terug op de boot naar de bewoonde wereld en daar gebeurde iets wat hij nooit had verwacht. Ik sta dus op de boot van Texel terug naar Nederland en word ik ineens half aangevallen door kinderen en ik denk, dit zijn hele andere kinderen. Ze hebben niets met Texel te maken, maar jij heet Elise. Ja. Oh, in één keer goed, yes! Afwasmeisje. Zij speelt in The Farmer's Story en in Deception en we komen elkaar gewoon random tegen op de boot. Zie je hem zeehond? Hier. Oh, hier, oh. Maar hoe vond je Deception even heel snel? Heel leuk. Je vindt hem leuk? Je hebt hem wel, maar je hebt hem nog niet op YouTube gezien? Jawel. Oh wel? Oh, ze maakte een geintje net. Nou, echt super toevallig. Nou, we gaan dus een mooie film op Texel maken. Alleen ja, daar speelt deze film dan weer niet in. Maar hopelijk wel in een andere, radio film. Dus nou, we hebben de hele boot op zijn kop gezet. Nou, bye! Wil je nog wat zeggen tegen Siem? Nee. Oké, Siem, ze wil niks tegen je zeggen, maar ik wel. I love you. I love you very much. Joey wordt gewoon al herkend. Ja, WDO krijgt steeds meer populariteit. Het is echt steeds meer aan het groeien. En dat is hartstikke mooi om te zien. Voor Interview met Filmster hebben we dit keer een primeur. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. We gaan namelijk voor het eerst praten met twee filmsterren die nog in een film gaan spelen. Het zijn toekomstige filmsterren van de groep op Texel die dus het hele workshop traject hebben gedaan, die dus de lessen op school hebben gekregen en die kunnen ons dus alles vertellen over deze lessen, over deze workshops. Hoe is dat nou? En hebben ze zin om in die film te gaan spelen? En misschien kunnen ze ons al iets verklappen over dit unieke verhaal op Texel. We schakelen over naar Kiara en Jilles op Texel. Nou, Kiara en Jilles, welkom in Movie Talk.
Jullie hebben meegedaan aan de workshop van WDO. Hoe vonden jullie die lessen op school? Ja, ik vond het echt superleuk. En al die oefeningen ook. Ja, zoals? Bijvoorbeeld dat je die emoties moest laten zien en gevoelens. Ik begreep ook dat jullie je emoties moesten tekenen of zo, of iets moesten tekenen op basis van je gevoel. Ja, we moesten ook een standbeeld tekenen van jezelf. Oh. Ik vond het ook superleuk en hi-ha-hoe ook. Dat we in die kring stonden en dat we allemaal moesten huilen, dat vond ik wel bijzonder. Oh jee. Maar het ging daarna wel weer goed met jullie, of zijn jullie nog steeds niet bijgekomen? Ja, het gaat wel weer goed. Ja. Oké, gelukkig. Jillis, wat heb jij ervan geleerd? Wat neem je mee naar bijvoorbeeld die opnames? Dus wat we hebben geleerd? Ja. Dat je al gelukkig bent en alles. En dat je niet meer echt bang hoeft te zijn voor alleen. Nee, je hoeft ook zeker niet bang te zijn. En je kan ook eigenlijk geen fouten maken. Fouten maken, dat is alleen maar goed. Daar leer je juist van. Ja. En hebben jullie een beetje zin in de filmopnames? Wat verwacht je ervan? Want jullie weten nu een beetje het verhaal. Ik vind het superleuk. Ik vind het verhaal ook superleuk. En ik verwacht dat het echt heel leuk gaat worden. Ja? Ja. En Kiara, wat verwacht jij ervan? Ik vind het verhaal superleuk bedacht en ik heb er heel veel zin in om het te gaan spelen. Ja, leuk. Ja, jullie mogen nog niet te veel verklappen over het verhaal, maar kunnen jullie mij misschien wel al verklappen waar het verhaal zich afspeelt? Op het strand ook. Ook op het strand, ja, dat is een mooie Texel. En waar nog meer? Over een weeshuis. Een weeshuis? Nou, dan wil ik jullie allebei ontzettend bedanken. Doei. Doei doei. Dan is het nu tijd voor Wie is de Rol? In deze aflevering van Wie is de Rol maak ik de rollen bekend voor de film Op Texel. We gaan gewoon meteen kijken wie de hoofdrollen hebben gekregen. De eerste hoofdrol, zeg maar de hoofdrol, het verhaal draait eigenlijk om dit personage, is geworden Tron Garoffel! Tess! Oeh, lekker Tess! Dit is Tess. En Tess gaat dus een van de hoofdrollen spelen in deze nieuwe film. Haar zus wordt gespeeld door Silke. En dan hebben we in dit verhaal nog een hoofdrol, nog een zus. En die wordt gespeeld door Maren. Natuurlijk gaat er in deze film ook weer een WDO Premium member spelen. En daarvoor mogen 3 WDO Premium members auditie gaan doen. En ik mag nu bekendmaken welke 3 WDO Premium members auditie mogen doen. Dat zijn Losanne, Floor en Megan. Ja, het valt mij wel op dat Joey voor een specifiek profiel is gegaan. Ze hebben namelijk alle 3 rood haar. Dit is voor nu de bekendmaking van de rollen. Natuurlijk zijn er veel meer andere rollen en iedere rol is even belangrijk. Of je nou wel of geen hoofdrol hebt, alle rollen samen maken deze prachtige film. En het zijn vaak zelfs de kleinere rollen die een heel groot verschil maken. Dan is het nu tijd voor de top 5 films van de maand. Welke films staan er deze maand in de top 5? Op plek nummer 5 staat dit keer Deception. Ja, deze film over hackers is een echte spannende film. Die moet je zeker kijken als je die nog niet gezien hebt. Het is een thriller/spionagefilm. En het past natuurlijk heel erg bij deze tijd van waarin alles digitaal is. Op plek nummer 4 staat De Operatie. Dat is de tweede film waar ik het camerawerk en de montage voor heb mogen doen. Hij heeft een tijdje op plek nummer 1 gestaan. Heel eventjes. Maar nu toch een mooie plek 4. Daar zijn we trots op. Op plek nummer 3 is geëindigd Horrormeester 2, ja, Raoul had het er ook al even over. Het is echt een prachtige film met de niet-machine Anita. Ik heb de film meerdere keren gekeken. Volgens mij inmiddels staat de teller op 3 keer. Het is een van mijn favoriete comedies van WDO. Dan de plek nummer 2. Je ziet hem misschien al aankomen. Het is namelijk een ontvoering en dit keer weer De Ontvoering 3. De eerste plek is natuurlijk voor Dit is Liefde. Die wordt nog steeds ontzettend veel bekeken. En daarom wordt er ook een Dit is Liefde 2 gemaakt. Die zal in december in de bioscoop te zien zijn. En met Valentijnsdag komt hij hier online op het YouTube kanaal. Dan voor ik deze video eindig wil ik jullie nog even wijzen op dat het nog maar een maandje duurt voordat de seizoensknaller van dit jaar
2023 in première gaat hier op het YouTube-kanaal. Namelijk de eerste hero-film, superheldenfilm van WDO. De helden van hier. Het belooft een waar spektakel te worden, vol met special effects. En die gaat dus over een maandje hier in première op YouTube. Wees er dus zeker bij. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet te liken, een leuke reactie achter te laten en te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot snel. Tot ziens!